Hoe voelt het om met z'n tweeën verder te gaan? Maar, we hebben al een derde nieuwe lid van de Bruine YouTubers. Leuk dat jullie kijken. We horen het echt raar. Ja, I know. Leuk dat jullie kijken naar de Bagassi-tubers. What's going on, peeps? En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video met z'n tweeën. Ja, vandaag hebben we een nieuwe Bruine YouTuber. Vandaag hebben we een nieuwe Bruine YouTubers. En zoals de meeste van jullie al weten, is het alleen Kelly en ik. Yeah. Voor de meeste mensen die ons al volgen op Instagram, of als je ons nog niet volgt, volg ons al eventjes, dan staat hier ergens in beeld. Wisten jullie eigenlijk al dat er een soort van beef gaande was tussen Myron en wij eigenlijk? Ja, Myron en wij die gaan gewoon niet meer samen en we hebben het ook gewoon contact verbroken. Dus wij gaan gewoon met z'n tweeën verder. Zoals jullie misschien op Kelly's YouTube kanaal of op mijn YouTube kanaal al hebben gezien, hebben we allebei ons eigen kant van het verhaal verteld. En Mirontje Poes heeft ook zijn kant van het verhaal verteld. Niet dat dat echt een kant was, maar dat er zijn. Dus wij zijn nu met z'n tweeën terug. Dus vanaf nu zullen jullie ons elke week met z'n tweeën zien. Want we hebben vandaag een sushi mukbang voor jullie. And it's been a long time. En onze laatste sushi mukbang is al 160.000 keer bekeken. Die we samen hadden. Dus dit is eigenlijk een soort van... om het te vieren. Ja. Yeah. Ja, dus dikke shout-out naar I Love Sushi. Haal je sushi daar. Het zit in Rotterdam, Amsterdam, door heel Nederland. Zoek het op, want het is echt heel erg lekker. We hebben gevraagd op Instagram of jullie nog vragen voor ons hadden voor een Q&A. Dus die gaan we nu beantwoorden. Yes. Oké, wat we hebben zijn mini lumpia's. Die hebben we hier. We hebben edamame boontjes, als ik het goed... sojabonen. Die zijn hier. En hier hebben we de mega box. Dat is de grootste box die ze hebben. Waar? Die. Wow. Vorige keer hadden we de family box. Die had 72 stuks en deze heeft 100. De camera heb ik nu net eventjes veranderd omdat dit nu een beter kader is, vind ik persoonlijk. We gaan eventjes meteen door naar de vragen. We hebben het op de Bruine YouTubers hebben het gevraagd. Hoe voelt het om met z'n tweeën verder te gaan? Het is wel apart, vind ik, omdat... Ja, nu al, hè? Ik voel het nu al. Ja, omdat het gewoon anders, want het was altijd Kelly zit hier, Rauwtje zit daar. Mm-hmm. En ja, het is wel best wel raar. Ik vind het nu ook... Nu pas merk ik dat het echt raar is. Maar ja, we hebben het elkaar. Het is wennen of zo. Mm-hmm. Het is zo... Je bent een kanaal gestart met z'n drieën. En dan ga je nu gewoon met z'n tweeën eigenlijk verder. Ja, klopt. Maar, we hebben al een derde nieuwe lid van de Bruine YouTubers. En die is hier vandaag. En hier is ze dan, Rosalie Garden! Woo! Guys, oh my god. Zo, ik heb drinken voor jullie meegenomen trouwens. Oké, okay, Rosalie Garden, we hadden helaas geen extra bartafel. Dus je moet nu op 20 krukken op 1 zitten. Hopelijk zit je wel een beetje op ons. Nee, ik zeg hier je stokjes. Thank you. Jij wilt dit zeker wel, hè? Ja. Yeah. Alright. Oké, dit geeft me echt gewoon throwback feelings van toen we bij jou gingen opnemen. Nee. Met die oh my sushi. God. Dit had je van sashimi trouwens? Of, dat is dit toch? Ja, het is wel oké. Ik vind het wel oké. Ik vind het wel lekker. Okay, ik vind het eigenlijk niet met augurk niet lekker. Welke is met augurk? Die gele. Dat is augurk. Dat is nee, dat is geen augurk. Dat is Japanse radijs. Oh, dat Japanse augurk altijd. Nee, radijs. Japanse radijs? Ja. Gaan we beginnen met vragen? Yes. Oké. Okay. Neem jij je telefoon aan? Ja, doen we gewoon alle soort vragen? Maakt dat niet uit? Nee. Oké. Okay. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wij twee? Ja, of gewoon allemaal. Want ik weet niet ook, ik weet niet wanneer, zeg maar, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik denk dat ik weet het wel. Première. Oh, weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Première en... toen ik ging met Kelly mee naar de première en toen kwam ik jou daar tegen en toen was het helemaal leuk en gezellig. En toen, aww. Toen daarna was de tweede keer volgens mij al die mukbang. Dus zo snel is het gegaan. Oh echt? Ja, en wij zijn natuurlijk familie dus. Ja, en ik en Kelly van een première, maar dat hebben we van mij echt al 50 keer verteld. Van een meet and greet. Meet and greet, ja. Waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Ik wil eerst mijn school afmaken. Dat duurt nog 2 jaar. Echt? Ja. Dit jaar plus nog volgend jaar. Ik dacht dat je er echt al 5 jaar op zat of zo. Nee. En dat wil ik even een tussenjaar nemen. En dan wil ik eigenlijk verder kijken hoe het met YouTube gaat. Als het goed gaat wil ik doorgaan met YouTube. Maar anders wil ik gewoon, denk ik, een talent manager of iets in die richting worden. Nou, dat is ook wel leuk. Ja, dat lijkt me wel leuk. Want ik salt her up. And you need to go viral. Die 5 jaar. Ja. En wat wil jij? Als ik over 5 jaar ben ik 21. En ik denk dat ik dan een beetje in mijn feestjaar zit. Ben je dan pas 25?
21 man. Ik ben nu 16. Ik vergeet het altijd. Ik ben nu 16, ben ik 21. Dan hoop ik dat ik mijn diploma heb en een leuke opleiding doe. En nog zo'n ding. En ja. Nou, over 5 jaar ben ik 25. Wat? Ja, ik ben 20. Jij bent al 24, toch? Over 5 jaar. Ja, klopt. Wow. Je doet alsof ik zelf ouder ben. Maar je bent ook een grown. Ik hoop dat ik op een jacht lig met iemand met een hele grote lul. Jesus. Gewoon heel veel geld op mijn rekening heb en veel mensen ook wel kan helpen. Maar dat ook mijn leven een soort van op orde is, want nu is het een soort van mes. Hebben jullie na de video's die jullie gemaakt hebben over Mirontje Poes hem nog gesproken? Nope. Ja, ik wel. Echt? Had je hem al gebeld? Ja, was dat na deel 1? Nee, was na zijn eigen video. Ja. Nee, Mayra had wel een video gemaakt. En ik heb zoiets als je ruzie met elkaar hebt. Oké, prima. Maak ruzie, maar trek geen persoonlijke dingen erin. Nu gaat iedereen waarschijnlijk denken, dat heb je al gedaan. Maar dat kwam omdat hij ook persoonlijke dingen over mij erin had gezet. Dus ik belde hem die avond van, heel leuk dat we ruzie hebben. Maar je hebt nu iemands hoofd erin gezet en je weet hoe gevoelig dit voor mij lag. En toen hing hij gelijk op in mijn oor. Hij is eerst. Ja. Hey. Dat sloeg echt nergens op dat ik dat hoorde. Hebben jullie ooit wat gestolen? Ik nog nooit. Nou, tenminste niet uit de winkel. Wel een keer een Pokémon kaart of zo van mijn leefje of een spelletje, maar nog nooit echt uit de winkel. Dat heb ik nooit. Je hebt wel van je familie gestolen, maar niet van een vreemde uit de winkel. En jij, Bagas? Ik denk het niet. Niet dat ik me echt kan herinneren of zo. Maar nadenken, nee. Jij wel, hè? Ja. Mensen een hart. Naast het feit dat ik iedereen's hart heb. Wasabi in mijn neus. Nou. Want je miste je mond en het ging in je neus? Nee, als het te scherp is, dan gaat het bij je neus. En dan... Waarom eet ik het niet? Het is groen. Neongroen. Ja, dus best wel veel mensen een hart. Eén keer heb ik een tampon gestolen uit een tampondoosje. En de Albert Heijn op mijn vriendin was doorgelekt. En niemand had tijd om €3 neer te leggen voor die hele bak. Ik heb één keer iemands horloge gestolen, maar dat kwam. En nu lijkt het echt alsof ik zo'n dief ben. Maar er waren ook andere mensen betrokken, maar dat kwam omdat hij seks met ons wilde, die taxichauffeur. Ja, een zonnebril laatst, maar dat kwam. Ik had het niet zelf gestolen. Iemand anders had het gedaan. Ik hield die man alleen bezig. Ik heb verder ook niks daarmee gedaan. Nee, maar ik heb nooit iets zelf gestolen voor mezelf. Jij was gewoon altijd betrokken. Mm-hmm. Heb je wel een ding gehad? Ja. Ja, lumpia, ja. Ik wil zo'n boontje proberen. Probeer maar, hand. Ik heb net nog nooit gehad. Hoe echt niet? Dit? Nee. Het smaakt naar die kleine ballen. Je moet die Maar het is lekker als het heel zout is, vind ik het heel lekker. Ja, dat vind ik ook lekker. En als het vers is. Ja, precies. We need to salt her up. Als je één ledemaat zou moeten afhakken voor 5 milli, welke zou het dan zijn? Zeg maar, wat is een ledemaat? Een ledemaat is zeg maar been, arm. Ja, sorry. Ik denk mijn linkerarm. Gebruik het toch niet. Been, arm en zo. Ik denk... Een dikke is ook een ledemaat. Echt? Mm-hmm. Ik denk mijn dik laat mijn poenie klappen. Nee, ik denk ook mijn linkerarm. Of een van mijn benen, laat iemand me tillen. Ik denk ook mijn linkerarm. Maar dat is zo... We hebben allemaal een linkerarm. Maar dat is gewoon niemand gebruikt. Mislo. Ja, wow. ik kan met allebei schrijven. Echt? Ja, maar ik heb het een beetje afgeleerd. Omdat op school ze altijd... Sorry. Het mocht niet ofzo, want ik altijd met twee dingen schreef. Het mocht niet van mijn juffrouw, juf Ineke, Kallebe. Mag dat niet? Weet ik niet. Willen jullie nog een keer een mukbang opnemen? Wat is jullie lievelingseten? Sushi. Mijn is zoute soep. Ik hou ook echt van zoute soep. Echt met veel peper. Maar doe je altijd die gele peper of die zwarte peper? Alle twee. Ik wil altijd die zwarte. Ik ook. Ik doe alle twee. Oké, heel erg. Ik heb die geen nooit geproefd. Ik durf het niet. Ik ook wel, maar ik vind... Ik durf weet het niet. Die zwarte... valt echt mee. Wat vonden jullie het leukst aan Miron? Wow, dit is best wel raar om te zeggen. Ja. Maar we komen hier niet uit een negatieve way of zo. Het leukste aan Miron vond ik... Omdat Miron tot het eind was Miron gewoon een goede vriend van me. Dus het leukste aan Miron vond ik dat hij wel altijd... blij was. Ja, hij was nee, maar ik zag je heel eerlijk, ik vond het soms wel een beetje overdreven. Dat het zo net leek. Ja, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ja, dat, precies dat. Miron was gewoon een leuk, lieve jongen als je met hem was. Maar als je dan achteraf zijn bedoelingen kent, dan is het meteen anders. Wat is het gênantste wat jullie ooit hebben meegemaakt op werk? Love you.
Ik heb geen werk. Jawel, ik heb wel ooit gewerkt. Maar ooit op je werk iets gênants meegemaakt? Ja, ik heb een verhaal en dat jullie zijn er ook in betrokken. Echt? Ja. Ik ben dus dit weekend had ik... Waar werk je? Ik werkte bij de Albert Heijn. Tot dit weekend? Ja. Huh? Ben je ontslagen? Luister nou. Oh. Dus ik kwam op mijn werk en ik zou gewoon werken, want ik had me 2 weken ziek gemaakt, want ik had een amandelinfectie. Kelly wist dat ook wel. Maar we hadden die meeting al gepland en ik vond het dan zielig om me dan ziek te melden. Welke weken. Meeting? Die meeting was in september. Wat was dat dan? Die meeting, ja. Die op die met Miron. Mm-hmm. Ja, maar ik moest toen ook werken, maar ik heb toen zeg maar ziek gemeld. Je hebt geen baan meer door die meeting. Oh. Ja, ik heb geen baan meer door die meeting. Dus ik kom op mijn werk en hij zegt, ja, je liegt. Ik zeg, ik was daar, maar ik had gewoon echt een amandelinfectie. Ik heb daar ook niet de hele dag met mensen lopen praten. Maar hoe wist hij dat dan? Hij zei, ja, iemand van je, een van mijn collega's had dus naar hem gestapt met, yo, ze is op een meeting. Wat is dat? Een van mijn collega's was gewoon ziek. Ja, what the fuck? Maar ik weet niet welke collega het is geweest. En misschien kijken ze deze video. Hoe is hij je baas? Ik ga het niet zeggen, want het is sowieso geen haat naar hun, want... Het is haat naar jou. Nee. Als je werkt bij Albert Heijn en je hebt daar ontzettend... Laat me zeggen, ik heb geen haat naar Albert Heijn het management, want ze hebben het gewoon... Ik snap dat ze dat vervelend vinden. Je bent maar echt volwassen voor iemand van 15. Ik ben zo niet volwassen met Ik ben niet 15, ik ben 16. Maar ik snap de reden daarachter, dus ik snap het management, maar ze wilden het verhaal ook niet verder aanhoren. Dus dan denk ik ook van, oké, je wil niet naar mij luisteren, dan ga ik gewoon weg. Dus toen ben ik weggegaan, omdat ik ga niet met iemand werken... Die de hele tijd zegt van ja, je liefd. Heb toch en jij iets gênants meegemaakt? Op werk? Ja. Je werkt ooit als kassamedewerker of zo, toch? Ja, KVK, maar ik werkte daar heel kort, dus ik heb daar niet... KVK? Kamerverkoophandel nog? Nee, KW bedoel ik. KW? Wat is het? Dat is toch als pakken vinden. Oh. Je lekt de hele tijd, hè? Maar ga maar top. We gaan het op. Wie durft dat te proeven? Ik heb dat geproefd. Is het lekker? Nee, ik durf proeven. Niet. Nee, proeven. Nee, proeven. Maar de sushi is verder echt heel lekker. De sushi is heel niks. Ja, de sushi is echt super lekker. Het proeft hoe ik het moet omschrijven. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Komt er dit jaar een kerstspecial? Wat voor kerstspecial? En tune! Jingle bala, jingle all the ball. Waar hebben jullie echt spijt van in jullie leven? Nou, waar ik echt spijt van heb in mijn leven is dat toen ik net begon met Snapchat, nou ik begon niet echt met Snapchat, maar toen het zeg maar gebeurde, dat ik voor de grap zei van stem op mij voor feed en het was gelukt. En toen het eenmaal was gelukt dacht ik, oh my god, ik ben een star honey en ik ben Beyoncé. En toen daarna ging ik gewoon niks meer doen. Ik was alleen maar bezig met die domme dingen. En toen daarna kreeg ik ook een vriend en zo, dus... Was ik helemaal nergens meer mee bezig. Ik denk als ik het toen had opgepakt, had ik echt Faisal Geuze of Faisal Knol of zo was geweest. Dan had je denk ik wel echt veel volgers, ja. Je hebt nu al veel, maar... Als ik het toen had opgepakt, toch? Mm-hmm. Ja, klopt. Dat is ook wel echt zo. Heb je spijt van een relatie of zo? Patrice! Nee, daar heb ik geen spijt van. Waar ik spijt van heb, van misschien een relatie, is dat ik eigenlijk met een soort van vriend ging. Gaat het gewoon met Mattie? Patrice, joh? Nee. En dat het eigenlijk nooit wat verder is geworden en dat het eigenlijk al snel klaar was. En we hebben ook nooit wat gedaan eigenlijk, eerlijk gezegd. Je verdient ook beter, want hij leek op raar. Hij was niet lelijk hoor, Faisal, eerlijk. Maar als iemand geen tijd in jou wil investeren, then bitch, get the fuck out of here. Nou. Maar Kelly was toch degene die geen tijd wilde investeren? Nee, hij. Komt er nog muziek van jullie of niet? We willen eerst even YouTube opbouwen. En dan willen we eigenlijk een soort van release datum inplannen. Maar dan willen we al vooruit werken. En wat we ook eerst hadden toen nog een randje poes in de groep zat, dat zeg maar... we gingen bijvoorbeeld opnemen en dat was ook, dat was niet zijn schuld hoor, maar dat was ons allemaal onze schuld. We waren allemaal heel lui. Als we tijd hadden om op te nemen of in de hotelkamer zaten, dan namen we 2 video's op omdat we gingen slapen en gingen douchen en gingen eten. En we alle 3 deden als 3 diva's. Maar kijk, trouwens nog 1 ding. Wij hebben ons verhaal verteld. En dat was meer omdat wij onze character en zo een beetje willen verdedigen. Omdat we niet iemand onwaarheid laten, zeg maar. Dat betekent verder niet dat we iemand iets slechts toewensen of zo. Nee, maar weet je wat het vooral ook was? Wij kregen gewoon dagelijks allemaal reacties van je doet meer dit en aan, bladibla, gewoon al die onzin dingen. En wij dachten echt van, dit is helemaal niet waar. Dus wij wilden gewoon de waarheid naar buiten brengen. Hebben we gedaan. Het is een beetje verkeerd gelopen voor Miron.
Maar nu hebben wij gewoon wel de waarheid naar buiten gebracht. En het was meer zo van, ik zei nog tegen Kelly. Kelly zei tegen mij, doen we dan een video met of zonder Miro? Ik zei, ja, we kunnen net zo goed een video doen van, ja jammer, helaas is Miro nu weggaan, gezien hij toch al geen tijd had. Mm-hmm. Dat zouden wij gaan doen met video, maar toen kwamen er steeds meer verhalen en zo. Waardoor het zeg maar zo is gelopen. Maar die video die hij had gemaakt kwam ook echt uit het niets. We hadden het niet eens verwacht. En mij ging het ook meer omdat hij mij had opgenomen. Ja, daar schrok ik van, hè, dat ik dat zo. Toen weet je dat hij online kwam? Ja, was nog ik bij mij. Ik was bij haar en ik hoor echt heel hard. Nee. En ik zat zo, hè? Huh? En daarna, ik zag hem, ze had hem opgenomen. Ik dacht, nee, maar dat is gewoon, het is gewoon niet netjes. Nee, ik zat in de bus, onderweg naar Amsterdam, ik weet het nog. En ik zei, wat? En die hele bus keek. Ik zei, Siri, bel Kelly 2020. Want Kelly heeft elke week een nieuw nummer. Ik had dan Kelly 2019, maar toen moest Steez weer in het verhaal komen. Dus nu heeft ze Kelly 2020. Kelly bus. Oh, wow. Wessel Kelly. En net Kelly Hacker. Steezy. Dus Jenny, ik was echt in shock. Ik dacht, maar ik had het ook nooit van hem verwacht. Ik dacht echt dat wij nog de bitches in het verhaal zouden zijn. Heel erg gezegd dacht ik dat ook. Even kijken, hoor, ik hou van jullie. Wij ook van jou. Oké, guys, dit was dan weer voor de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet op Instagram te volgen. Het staat hier ergens in beeld. We hopen dat we jullie nu genoeg hebben geïnformeerd met alle informatie. Bij Gantjepoes en Rosalie, leuk dat je er was. Roos heeft ook haar eigen kanaal. Abonneer daarop, staat hieronder. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Yes, doeg! Bye!